Er is iets nieuw dat geboren wilt worden in de mensheid. Een impuls van goedheid die naar voren wilt komen doorheen elk van ons. En je kunt dat voelen met heel uw wezen, met uw ziel. Er is iets dat als het ware duwt van binnenuit. En dit iets is krachtig. Er zijn overal op de aarde impulsen van goedheid, van transformatie, van een nieuw begin. Het is alsof de ziel van de mensheid wakker is geworden voor de herinnering aan de droom van een mooie aarde, een paradijselijke aarde, een aarde van vrede, een aarde van schoonheid. En die stroom van impuls is bezig overal op de planeet en zoekt kanalen om zichzelf uit te drukken en te verspreiden. En het is die stroom dat onze ziel voedt. Het is wanneer we onszelf overgeven aan die stroom om een instrument te worden voor deze stroom, dat we onze ziel voelen openbloeien. Het is in het delen van de geschenken van de ziel dat we onze bestemming vinden. En het is dus belangrijk om te beginnen kijken naar de aarde en naar de mensheid met de ogen van de ziel. De ziel is een verhalenverteller. De ziel spreekt in een eigen en bijzondere heilige taal. De ziel is het domein dat aangesproken werd als we als kind naar de sprookjes luisterden. Maar de ziel is ook dat deel dat we ervaren wanneer we tot in het diepste geraakt worden door de kracht van het leven zelf. De ziel is het domein dat we voelen wanneer er iemand in de wereld komt, wanneer er iemand geboren wordt en wanneer er iemand sterft en voortgaat. De ziel is het domein dat we voelen wanneer we met eerlijke ogen naar de aarde kijken en onze verbinding met de aarde voelen. De ziel is als het ware dat domein tussen onze persoonlijkheidsstructuur en onze spirit. Onze spirit is zuivere essentie, onaangeroerd door het leven, onaangeroerd door de stormen van het leven. Onze spirit is stralend en wel. Maar onze ziel is die verpersoonlijking van de spirit. Het is dat deel in ons dat zoveel lagen heeft. Het is dat deel dat vervuld is van die essentie die begint binnen te sijpelen naar wie we werkelijk zijn. Het domein van de ziel is als het ware de brug naar onze pure spirit. Want onze spirit is voorbij de beelden, voorbij de verhalen, is gewoon zuivere kracht. Maar de ziel is de incarnatie van deze kracht. Want hoe we draaien of keren, we staan in het midden van tijd. We zijn allemaal geboren, we zijn op de aarde. We zijn in deze tijd en deze tijd ontvouwt zichzelf. En wanneer we individueel beginnen met ons af te stemmen op de ziel en te communiceren met de ziel, dan gaan er poorten open tot nieuwe lagen in onszelf, tot nieuwe dromen. En deze kunnen ons leven volledig sturen. Maar dit alles begint met onze keuze om ons te openen voor die hogere natuur van ons wezen. Hoe we draaien of keren, onze innerlijke blokkades, onze innerlijke worstelingen zijn altijd gerelateerd aan tijd. Ze spelen zich altijd af binnen het domein van de tijd. En wanneer deze problemen zich oplossen, is het alsof ze zich openen voor de tijdloosheid, voor de eeuwigheid, voor het zuivere zijn. En zo kunnen we allemaal gaan kijken in ons leven hoe dit mechanisme altijd aan het werk is.
En dit is een kostbaar geschenk om dit te zien. We kunnen elk aspect van ons leven openen voor zielenkracht. Zodat we niet langer denken in of-of, maar en-en. We brengen ziel in alles wat we doen. In ons werk, in onze relaties, in onze projecten, in onze dromen, in onze creatie. We maken als het ware het leven terug heilig door het domein van de heilige kracht te laten werken in alle aspecten van ons leven. En wanneer we op deze manier in het leven beginnen te staan, beginnen we te groeien in die zielskwaliteit van ons wezen. En we kennen allemaal mensen die leven vanuit deze kwaliteit. Ze bezitten een soort van tijdloze gloed die rondom hen straalt. Ze staan met andere voeten in deze wereld. Wanneer we ons verbinden met het domein van de ziel, dan beseffen we dat het waar is dat we in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld. Want deze wereld is een wereld die altijd veranderen zal. En er is iets in ons dat tijdloos is. En dit tijdloze aspect, dit tijdloze licht, deze tijdloze kracht kunnen we laten doorwerken in de tijd waarin we zijn. We kunnen alle aspecten van onszelf en van ons leven openen voor het tijdloze licht en het laten aarden in onszelf. Opdat dit licht begint door te stralen in alles wat we doen. En zo kan je in dit moment een moment nemen om je te richten op een aspect in je leven dat moeilijk is geweest. Misschien in een relatie of een werksituatie of wat dan ook. Iets waar je bezorgd om bent. En begin nu dit aspect van jezelf te ervaren als een ruimte. En voor dit moment laat je je zoektocht naar een oplossing los. Je laat je persoonlijke gedachtenstroom rond dit thema los. En je begint de ruimte te voelen en je begint ze te openen, alsof je ontdekt dat er overal ramen en deuren zijn en je opent ze. Je laat licht binnen. Het licht van de zon. Of misschien kan je je voorstellen dat je bent als een bloem die zichzelf ontvouwt en ontvouwt. En steeds meer licht stroomt binnen in dit moment. En je ademt dit licht in en je ontspant jezelf in dit licht van de zon dat binnenstroomt. En je ontdekt dat het licht grenzeloos is en eindeloos is. Het enige wat nodig is, is jezelf nog meer te openen. En je vindt die beweging in jezelf om je te openen. Voor mij persoonlijk werkt het beste als ik mezelf als een bloem voel en ik open nog meer. En het is alsof er iets oprijst in mezelf dat zich steeds meer overgeeft aan dit licht. Het leven zelf.
En terwijl je ademt, voel je in jezelf dat er een impuls is van goedheid. En deze impuls is als een rivier. En deze rivier heeft doorheen de tijden gestroomd, doorheen alle tijden, doorheen alle mensen. En sommige mensen hebben zich helemaal geopend voor de kracht van deze rivier van goedheid en werden een groot kanaal. Maar hoe het ook mogen zijn, om een of andere reden heeft die rivier jou gevonden. En je voelt hoe ze door u stroomt. Je erkent het verlangen om schoonheid te creëren. Om te bouwen aan een mooie wereld. Om te bouwen aan een mooi leven voor uzelf en voor uw naasten. En je begint nu deze stroom te eren en je voelt hoe ze binnenkomt samen met dit licht en je opent u nog meer. En je voelt hoe in deze rivier het leven tot u spreekt. Want er zijn dromen in u die niemand anders op dezelfde manier droomt. Er zijn manieren waarop jij uitdrukking kan geven aan deze stroom van goedheid. Manieren die niemand anders zo kan doen zoals jij ze doet. Je laat deze stroom nog groter worden als een rivier van licht of van zegeningen. En je opent je handen en je laat de rivier door je handen stromen. De wereld in. Je kan voelen hoe deze innerlijke ruimte waar we mee gestart zijn, dit aspect in uzelf dat moeilijk was, hoe dit helemaal begint opgetild te worden in de kracht van deze rivier. Er is een stroom nu. En het is net deze stroom die de ware kracht is. Nu verbind je je hart met de stroom van goedheid. En je opent je hart voor de realisatie dat deze stroom werkzaam is in je leven. Je voelt ze in je hart. Er is een impuls van goedheid die door u wil werken. Die door elk van ons wil werken. En nu begin je je te richten op de aarde, alsof je de aarde voor je ziet en je laat de rivier stromen door je hart, door je handen. De aarde in. Erkent dat er een rivier van goedheid is, een stroom. Een levensbrengende kracht. En dat deze werkt nu. En je vraagt aan deze stroom, hoe wil jij jezelf uitdrukken? Als mijn leven. Stroom van goedheid.
wil jij jezelf uitdrukken als mijn leven? Voel de kracht die je voelt. En maak in jezelf de beslissing om deze kracht in je leven te laten leven. En richt u nu tot dit aspect in uw leven dat moeilijk is geweest. Voel hoe de rivier werkzaam is. En vraag aan de rivier: hoe wil jij jezelf uitdrukken in deze situatie? Soms komt er een inspiratie en soms voel je gewoon de rivier werken. Maar richt je nu opnieuw tot je hart en open nog meer voor de stroom. En herinner nu. Zie het met je eigen ogen, hoe deze stroom actief is geweest in je leven. Hoe je altijd vergezeld bent geweest door deze kracht van schoonheid, van goedheid. Hoe deze kracht via andere mensen naar je toe is gekomen. Hoe deze kracht zichzelf uitdrukt in de natuur. Het warme licht van de zon, in de streling van de wind, in de schoonheid van de rivieren, van de dauw, in de glimlach en het begrip van uw vrienden. En laat uw hart groter worden. Alsof je je leven omarmt met je hart. Alsof alles wat geweest is omarmd wordt door je hart. En voel opnieuw hoe de stroom werkzaam is hier. Voel hoe je lichaam voelt nu, hoe deze ruimte rondom jou voelt. En als je dat wil, kan je deze stroom opdragen en ze schenken. Aan het grote levensweb. Je kan zien hoe deze zegening die je voelt uiteindt in de hele schepping naar alle levende wezens. Naar alle zielen. En je geeft je eigen zegening mee. En neem dan een moment om.
Want om een of andere reden ben je hier in het leven en creëer jij deze ruimte in jezelf. Opdat het licht van de ziel door u kan werken. Voel hoe de tijdloze kracht hier is, als jou. En weet dat deze rivier jou zal gidsen. En in alles wat het leven ons brengt, laat ons altijd kiezen nog meer goedheid te vinden en ze te leven en ze te verspreiden op onze eigen manier, opdat alle levende wezens gelukkig mogen zijn. Alles verbonden en alle thuis in het leven zelf. Dus adem dit in. Voel dit licht. En omarm het. Want dit is wie we zijn. En zo is het.